Het voelen van de emotie in jezelf is voldoende. Als je niet gewend bent om emoties te voelen of te uiten, of als je dat ook niet geleerd hebt in je leven, dat je het ook niet hebt kunnen leren of zien van je ouders bijvoorbeeld, dan is het voldoende als je de emotie voelt. Ook als je emoties wel kan uiten, ook dan is het belangrijk dat je ze waarneemt in jezelf. Dus dat je niet alleen maar de woede eruit gooit of de tranen laat rollen zonder dat je verbinding hebt met die tranen. Het is belangrijk juist de verbinding die je van binnenuit voelt. En voor heel veel mensen zit er schaamte rondom het uiten van emoties. Omdat ze als kind hebben ervaren van als ze een emotie uiten, dat ze dan beschaamd werden. Of als ze bijvoorbeeld woede uiten, dat ze op de kamer opgesloten werden. Of dat er gezegd werd als je als jongen huilde van je bent toch zeker geen meisje. Dus er zit heel vaak schaamte rondom emoties. En dan heb je besloten, deep down besloten, om ze niet meer te tonen. En ook in een therapiesituatie bijvoorbeeld, dan kan het zijn dat je die emotie helemaal niet wil uiten. Je wil ook niet dat de therapeut jouw tranen ziet of jouw woede ziet. En dat is iets wat je als therapeut ook te respecteren hebt. Want het is veel belangrijker om iemand te laten weten van het gaat juist om wat je ervaart. Dus ook als je de tranen voelt opwellen en je voelt bijvoorbeeld dat ze tot aan je keel komen of dat ze tot aan je ogen komen, maar dan niet uit willen komen, omdat je dat tegenhoudt. Daar is niks mis mee. Het is juist waardevol om in jezelf te voelen hoe die golf van verdriet daar naar boven komt. En om daarmee te zijn, met die emotie en met de boodschap die die emotie aan jou geeft. En het waarnemen wat die emotie uit zou willen drukken aan de buitenwereld. Als die zichtbaar zou zijn voor de buitenwereld, wat zou die emotie dan uit willen drukken? Wat drukt die uit? En wat vertelt die aan jouzelf? Dan heb je de verbinding met jezelf tot stand gebracht. En dan ontvang je evengoed die waardevolle boodschap van jouw emotie. En dat voelen en dat erbij zijn opent de weg om in de toekomst wel de emotie naar buiten te kunnen brengen. Omdat je dan al eerst zelf ermee gedeeld hebt en hem voor jezelf bevestigt en hem voor jezelf erkent, die emotie, waar die vroeger als kind bijvoorbeeld niet gezien en erkend is. Nu zie en erken jij de emotie dan vanuit jouw volwassen bewustzijn. En mag die er voor jezelf in de eerste plaats alsnog zijn. En dan kan het nog zijn dat je allerlei stemmetjes voelt vanuit je hoofd, een soort geïnternaliseerde stemmetjes die oorspronkelijk van iemand anders kwamen, die de emotie veroordelen. En die stemmen kun je niet zomaar wegduwen, want dan worden ze nog sterker. Maar je kunt wel zien, oh, het is er allebei. De emotie die ik voel opkomen,
en de stem die dat veroordeelt. Ze zijn er allebei. Meer filmpjes over emoties die ik heb gemaakt vind je in de link in de beschrijving onder dit filmpje. En je bent ook van harte welkom om jouw reactie of jouw ervaring, vooral je ervaring, te delen in de beschrijving onder dit filmpje.